Zeker. We zijn hier nu in de Suha-buurt in Osdorp. Op de Don Bosco-straat in Amsterdam. Ja, wij wonen hier met 4 studenten in de buurt in een team. En de Academie van de Stad doet dit in nog 3 andere buurten. Ook ze hebben een buurt in Oost en in West en eentje in Noord. En wij zitten hier in Nieuw-West. En ja, het is allemaal eigenlijk eenzelfde soort opzet. Een aantal studenten die in de wijk gaan wonen. Daar als een team projecten gaan opzetten om zo de leefbaarheid van de buurt eigenlijk te vergroten. Wij zijn zeg maar de oren en ogen van de buurt, omdat we hier wonen en daarom ja, goed weten wat er speelt en bewoners kennen. En wij zijn hier gestart met een taalontwikkelingsproject voor kinderen. We draaien ook nog een ander project dat zich meer richt op ambities van iets oudere kinderen, groep 8 en de brugklas. En ja, ikzelf ben dan actief bij de taalontwikkeling. Knappe Koppen heet het project. En daar komen elke week ja, een stuk of 25 kinderen komen met ons taaloefeningen doen, lezen, spelletjes doen. En zo werken ze zeg maar aan hun taalachterstand, proberen ze die weg te werken. De derde is aanleiding. Oh. Aanleiding. Aanleiding of aanleiding? Aanleiding. Het is ontzettend leuk met die kinderen. Ze zijn heel erg enthousiast. Ze komen echt heel graag ook naar de lessen. En je merkt ook dat ze heel graag willen leren. Het wordt van huis uit ook wel goed gestimuleerd. En ja, ik vind het zelf ook leuk om met de kinderen aan de slag te zijn. Ik heb zelf een wat jongere groep kinderen uit groep 5. En die zijn gewoon ook nog heel erg aanhankelijk en heel lief. En we hebben ook hulp van een aantal stagiaires van pedagogiek. Dus we hebben ook echt de ruimte om het een beetje uit te bouwen. En dat is heel leuk om dat zo te doen. Wij krijgen in ruil een goedkope huisvesting. Wij werken dus ook samen met de woningbouwcorporatie. Het is in opdracht van de woningbouwcorporatie. We leggen ons vast voor 1,5 jaar. Dus ik heb ook een contract getekend dat ik 1,5 jaar hier in de buurt actief ben. En ze hebben ons ook gegarandeerd dat ons huis er nog minimaal zo lang zal staan. En daarna hopelijk nog langer. Het is heel leuk om in Osdorp te wonen. Veel mensen zeggen altijd dat het niet zo'n goede wijk is en niet zo'n goede buurt. En slechte ervaringen mee. Maar ik heb zelf nog helemaal geen slechte ervaringen gehad. Wij kennen hier ook veel mensen in de buurt. Dus je komt op straat ook mensen tegen. Je hebt geen onveilig gevoel. Het is eigenlijk ja, echt een prima woonbuurt. Winkels zijn vlakbij. En het enige waar je tegenaan loopt is dat het best wel ver weg is. Natuurlijk, van het centrum. En ik studeer zelf helemaal op het Science Park. Dat is nog veel verder weg. Maar ja, daar heb ik een fiets voor. Dus dat komt wel goed. Het is het zeker waard. Ja, het is het zeker waard.